Gravitatiekracht gaat over voorwerpen die elkaar aantrekken. Ieder voorwerp, bijvoorbeeld de aarde, een heel groot voorwerp, trekt een willekeurig ander voorwerp aan. Mijzelf, die op de aarde zit, ik word aangetrokken naar de aarde. Dat was zwaartekracht, is m keer g. En dan weten we ook, die waarde van g is 9,81 meter per seconde kwadraat, de valversnelling. Maar dat is hier in Nederland. Op de Evenaar is het 9,79. En op de Noordpool is het 9,83. Dat komt omdat de aarde niet helemaal perfect rond is en je op verschillende punten net iets verschillend op verschillende afstand van het midden bent. Daardoor wordt dat ietsjes hoger en ietsjes lager. Stel je voor dat je in een satelliet zit, in een ruimtestation of misschien nog verder weg. Ja, dan worden die afstanden nog iets anders. Dus dan wordt die waarde van g nog kleiner. En op het moment dat zo'n waarde, zo'n constante die we hebben geleerd, variabel is, zijn we eigenlijk op zoek naar een formule die veel algemener is, die in elke situatie werkt. En die formule die vinden we bij de gravitatiekracht. Gravitatiekracht is ieder voorwerp en ieder ander voorwerp trekt elkaar aan. En die aantrekkingskracht is afhankelijk van een aantal dingen. Van de massa van het ene voorwerp en de massa van het andere voorwerp. Ik schrijf dit met de hoofdletter M. Dat komt omdat we meestal de grote massa dan de grote letter M geven. Hoe groter die massa's zijn, hoe harder de aantrekkingskracht is. Dat is hier ook, Fz is M keer G. Als ik zwaarder ben, word ik harder aangetrokken door de aarde. Zo werkt dat hier ook. Het tweede wat speelt is hoe dichter de voorwerpen bij elkaar zijn, hoe groter de aantrekkingskracht. Ben ik dicht bij de aarde, is de aantrekkingskracht groot. Ben ik heel ver weg, dan wordt de aantrekkingskracht minder. Dus de afstand, ik geef hem even aan met de letter R, radius, afstand tot het middelpunt van de aarde, die werkt tegenovergesteld. Hoe groter R wordt, hoe kleiner de gravitatiekracht. Dat betekent dus dat ik de gravitatiekracht in formulevorm kan opschrijven als de massa, de grote massa keer de kleine massa, delen door R. Nou, die R die is zo sterk van invloed dat het zelfs delen door R kwadraat is. Nou, we weten ook dat de aantrekkingskracht van twee voorwerpen, laten we zeggen allebei een kilogram, die op een meter afstand zijn, die trekken elkaar echt niet zo hard aan. Dus ik kan hier wel 1 keer 1 delen door 1, ja, dan krijg ik een newton, maar dat effect is minimaal. Dus ik moet dit vermenigvuldigen met een heel klein getal, die noemen we de gravitatieconstante. En die gravitatieconstante, 6,67 keer 10 tot de min 11e. Nou, de eenheid zetten we er even achter, maar daar ga ik nu verder niet op in. Even naar de onderbouwing. Maar 6,67 keer 10 tot de min 11e. Dus je moet een flinke massa hebben voordat die gravitatiekracht een beetje effect gaan hebben. En dan moet je niet te ver van elkaar af zijn. Dus flinke massa's, nou dit is 10 tot de min 11e, dan hebben we het hier al over massa's die echt orde grootte van een miljard of 100 miljard kilo. Dat soort massa's, dan begint het een beetje vorm te krijgen. Nou, normale voorwerpen hebben dat niet. Maar als ik voor die massa, de massa van de aarde neem, en dan zitten we hier de massa van de aarde, die is 5,97 keer 10 tot de 24ste kilogram. Dan hebben we het een beetje over getallen. Dus dan wordt de massa heel groot. En dan kan het ook wel hebben dat het vermenigvuldigd wordt met een klein getal. Dan komt nog steeds een leuk iets uit. Die radius, de afstand, als we die bijvoorbeeld op de aarde nemen en ik sta op de aardkorst, dan is de afstand ...6371 kilometer. Dus 6371 keer 1000 meter. Dus dit wordt ook wel een groot getal. En kwadrateer ik dat, dan
krijgen we nog meer nulletjes erachter. Dus we delen het wel door een groot getal, maar alsnog begint dit leuke rekensommen op te leveren. We zien ook de zwaartekracht precies in Nederland op de aardkorst is m keer g met g is 9,81. Dat zien we hier ook in terug. Hier is de m, maar dat betekent dat dit dus g moet zijn. Dus g is g keer m delen door r kwadraat. En hierin zien we ook dat als je dus verder komt van de straal van de aarde, en bij een niet ronde aarde is dat het geval, dan betekent dat dat g wel op verschillende plekken verschillend moet zijn. Je ziet hierin ook dat als ik wat verder van het middelpunt van de aarde zit, bijvoorbeeld op een hoge berg, dat dan wordt r groter, dus dan wordt g minder. Andersom geredeneerd, op het moment dat ik op een grote berg zit, dan zit er ook meer massa onder me. Dus dat betekent dat g weer groter wordt. Dus als je een berg op gaat, zie je dat het ene ervoor zorgt dat g kleiner wordt en het andere dat g groter is. Nou, ga je met geofysica aan de slag, dan kom je dat nog eens een keertje tegen. We hebben dit nu bekeken en we nemen er nog één praktische situatie bij. Als we deze satelliet nemen, dan beweegt die die kant op. En de enige reden dat die uiteindelijk in een mooi rondje om de aarde beweegt, is omdat er blijkbaar een kracht is die naar het middelpunt werkt. De middelpuntzoekende kracht. Nou, die middelpuntzoekende kracht wordt altijd veroorzaakt door iets anders. Er is iets wat ervoor zorgt dat datgene wat beweegt aangetrokken wordt. Nou, hier is dat dus gravitatiekracht. Dus die satelliet, om dat rondje te bewegen, heeft die een middelpuntzoekende kracht nodig. En we weten dat die veroorzaakt wordt door de gravitatiekracht. Voor de gravitatiekracht hebben we ook een formule. Dat is Fg. Nou, als ik deze nou eens even uitschrijf. Mv kwadraat delen door r. Dat hebben we gehad in het andere filmpje. En de gravitatiekracht is gmm delen door r kwadraat. Dan kunnen we met een beetje handig rekenwerk of handig wiskunde zien we aan deze kant hebben we r. En hier hebben we r kwadraat, streep ik aan allebei de kanten een r'tje. We hebben hier m, we hebben daar m, streep ik tegen elkaar weg. Dat betekent dat ik v kwadraat is gm delen door r. Dus wil ik v hebben, moet ik de wortel nemen van, wat hier staat, gm delen door r. En dat betekent dat ik voor iedere satelliet kan ik een... op basis van de afstand die vanaf het middelpunt van de aarde is, kan ik berekenen hoe hard die moet bewegen. Leuk is dus, in deze hele formule komt de massa van de satelliet niet meer terug. Dus welk voorwerp je ook in de baan om de aarde hebt, als die maar de juiste snelheid heeft, dan zal die keurig in een rondje om de aarde bewegen. En dat ook de hele tijd blijven doen. Zolang er alleen maar gravitatiekracht op werkt en die geen wrijving ondervindt door lucht, zal die eeuwig rond bewegen. Nou, op een kilometer of 400, waar bijvoorbeeld het ISS zit, kom je nog wel een paar luchtdeeltjes tegen. Dus er is wel een heel klein beetje wrijving. Dus langzaamaan remt hij af en zakt hij terug naar de aarde. Nou, dan geven ze hem weer een nieuw setje, een nieuwe boost en dan gaat hij verder. Maar als je nog wat verder gaat, dan op een gegeven moment kom je wel op plaatsen waar zo weinig luchtdeeltjes meer zijn, dat je eigenlijk in een eeuwigdurende baan om de aarde zit, zonder dat je er iets nog aan moet doen. Nou, een voorbeeld van een bijzondere baan daar is de geostationaire baan. In die geostationaire baan gaat de satelliet net zo snel in het rond als dat een punt hier op aarde zou bewegen. Oftewel, een rondje daar duurt 24 uur. En een rondje op aarde duurt uiteraard ook 24 uur. Nou, ik zou nu deze v zou kunnen omschrijven met baansnelheid. En op basis daarvan uitrekenen op welke precieze baan ik moet zitten om net zo hard te draaien als de aarde draait. En die baan noemen we geostationair. Geostationair.
En die baan zit op ongeveer 36.000 kilometer van de aarde af. Nou, leuke rekensom, die kom je vast in je boek tegen.